Op de stationsweg in Barneveld sloeg de bejaarde automobilist te vroeg af. Daardoor kwam hij dwars op de overweg terecht. De spoorbomen kwamen naar beneden en het bejaarde echtpaar raakte in paniek. De motor van de auto sloeg af. Omstanders riepen naar het echtpaar om uit de auto te komen. Een 31-jarige man uit Putten bedacht zich geen moment en schoot het echtpaar te hulp. De oudere bestuurder kon op eigen kracht uitstappen. Toen de Puttenaar de vrouw wilde helpen, werd hij gegrepen door een trein. Zijn vrouw en kinderen zaten in de auto te wachten.